Microfluidics is een recent wetenschappelijk domein dat zich bezighoudt met de studie en manipulatie van vloeistoffen in kanalen kleiner dan 1 mm. De vraag naar microfluidics neemt sterk toe vanuit de medische wereld en de farma- en biotech-industrie. De multidisciplinaire onderzoeksgroep Microflowcell van de VUB speelt daarop in en verricht onderzoek naar vloeistofstromen op microschaal. De meeste synthetische en analytische processen in de chemische en de biotechnologische industrie die zijn vloeistofgebaseerd. Die vloeistoffen die lopen door kanalen en door reactoren en daarbij is het exacte stromingsprofiel van die vloeistoffen heel belangrijk, want het bepaalt mee de performantie van die processen. In de Microflowcell ontwikkelen we nieuwe fabrikagemethodes, methodes die je ook terugvindt bij de productie van computerchips. En dit laat ons toe om nieuwe flowprincipes te ontwikkelen, waarbij dat we reeds van bij het begin van de ontwikkeling kunnen werken naar industriële en maatschappelijk relevante applicaties. De onderzoekers hebben een nieuwe technologie ontwikkeld om deeltjes in vloeistoffen sneller te scheiden. Zo kunnen meer componenten worden geïdentificeerd, zelfs als die in een heel lage concentratie voorkomen in de vloeistof. Voor de scheiding van deeltjes in vloeistoffen is het heel belangrijk dat de tijd die die deeltjes nodig hebben om te diffunderen naar een wand waarmee ze interageren, dat die zo kort mogelijk is. Je kan daarvoor de dimensies van die kanalen kleiner maken, maar het probleem is dat je daarvoor hogere en hogere drukken nodig hebt. Wat wij nu hebben ontwikkeld is een nieuwe methode waarbij dat we wisselende elektrische velden opleggen, waardoor dat er een vortexstroming ontstaat die vloeistof meesleuren, loodrecht op de stroomrichting, waardoor dat die tijd enorm verkort wordt en waardoor dat we dit kunnen doen bij hele lage drukken. In samenwerking met de fijnchemische, farmaceutische en biomedische industrie onderzoekt Microflowcell ook hoe microfluidics kunnen worden gebruikt om micropartikels met unieke eigenschappen aan te maken. Er is interesse uit de medische wereld omdat er in veel toepassingsmogelijkheden denkbaar zijn. Kankercellen kunnen bijvoorbeeld uit bloed geïsoleerd worden of molecules. En we kunnen ook micropartikels maken die toelaten om heel lokaal stoffen, geneesmiddelen te gaan vrijstellen in het lichaam. Zo worden bijwerkingen vermeden. Microfluidics is uitstekend geschikt om partikels te maken van exact dezelfde grootte, waardoor ook de release-kinetieken perfect kunnen gecontroleerd worden. Bovendien ontwikkelt de Microflowcell ook systemen die high-throughput productie van de partikels toelaat, wat interessant is voor de farmaceutische industrie. VUB zal met de steun van het relanceplan Vlaamse Veerkracht de nieuwe Cleanroom Microlab bouwen. Die wordt speciaal uitgerust voor microfabrikage van glas en silicium voor microfluidics. In Microlab zullen de meest geavanceerde toestellen en apparatuur geplaatst worden. Uniek in België is ook dat het een open access faciliteit wordt. Dus onderzoeksgroepen binnen en buiten VUB, andere universiteiten, ook bedrijven zullen welkom zijn en toegang kunnen krijgen tot deze cleanroom en dat moet ervoor zorgen dat wij interdisciplinair onderzoek kunnen blijven doen op het hoogste niveau. Diabetespatiënten volgen we op met een stofje, hemoglobine A1C. En dat stofje dat kan beïnvloed worden door factoren die frequent voorkomen bij patiënten die afkomstig zijn van het gebied rond de Middellandse Zee, Afrika en Azië. Op dit ogenblik kunnen we dat stofje met één methode bepalen, maar hebben we een tweede methode nodig om die bijkomende factoren te gaan analyseren. Microfluidics toepassingen kunnen in de toekomst de mogelijkheid geven om die twee analyses samen te brengen, waardoor dat we maar één analyse nodig gaan hebben. Een tweede voordeel is dat we kunnen gaan miniaturiseren, waardoor dat we de analyse korter bij de patiënt kunnen krijgen, dat we ze eventueel buiten het ziekenhuis kunnen uitvoeren en dat de patiënt onmiddellijk zijn resultaat kan krijgen. Dus kortom, microfluidics toepassingen kunnen een directe belangrijke meerwaarde betekenen voor de patiënt.